Zie je hem al? Nee. Wat staat er dan? 003. Goedemiddag, het is zondag en we zijn weer eens niet scherp. We hebben een heerlijk quality time ochtendje gehad. Even niet digitaal, telefoon aan de kant, camera aan de kant. En we waren even nu lekker aan het dansen samen. Ik heb vandaag deze hele leuke trui aan, die hoort zo, maar dat doet hij niet als ik film, dat ik met mijn armen omhoog sta. Dat is met die strepen aan de zijkant en die is zo verschrikkelijk zacht. Die is van Lynn Alborg met Naked. En ik heb mijn grijze spijkerbroek aan. Maar ik weet even niet meer werk. Sarah die heeft een jurkje aan van River Island. En de schoentjes van de Zara. En een mayo van Haden. En een mayo. En die is weer ontbijt aan het lunchen. Die heeft lekker tres hoor. Maar ik wil wel dat je even gaat zitten met je ontbijtje lunch iets. En we waren weer bezig met een hoop opruimen. Oh, je hebt ook Krusli erin gedaan? Ja. Oh, je hebt een hele combi ontbijt gemaakt. Lunch. Het is ondertussen echt al half twee. Challenge eten. Je hebt je lachenbekkies volgens mij erin gedaan. Nou, we waren weer bezig met het grote opruimproject nu. Dus daar gaan we ook weer even mee verder. Dondersteen, auw, mijn vinger. Ik draai mijn vinger. Sarah is bezig de kist helemaal leeghalen. Dat je kan zien. He, ligt er nogal veel nu? Maar dan gaan we dadelijk één voor één in je kist doen wat je wil houden. Ja. Dus we hebben een plan. Ja, en het komt helemaal goed. Eigenlijk wel gaan. Jij is er helemaal leeg? Bijna, schat. Nog een paar kleine dingetjes. Ik ben gewoon de hele dag met Sarah bezig geweest met de kist opruimen. Want ik heb er heel erg begeleiden in, maar het zelf laten doen. Maar we zijn helemaal happy. Dit is het laatste plukje wat Sarah uit moet zoeken. En alles zit verder helemaal nagekeken in de kist, die dadelijk ook weer dicht kan. Dit bakje gaat erin, daar doet ze allemaal klein dingetjes in. En dan hier in de kast heeft ze alle dingetjes liggen die dan weggaan. En we hadden van de week natuurlijk ook al heel veel weggedaan. Dus al met al, dame, heb jij verschrikkelijk veel weggedaan en ben ik hartstikke trots op jou. En dan gaan we zo lekker de deur uit. We zitten in de auto en we gaan even een hapje eten, even onder je arm. En ik ben niet achterin, maar ik ben voorin. Ja, goed je billen naar achter. Even je billen goed, want ik vind het wel belangrijk dat je goed zit. Zo, nu zit je goed in de gordel. Zij heeft zo goed opgeruimd. Ik zeg, kom jij dan gezellig bij mij voorin zitten. En ik heb nog wat leuks. Ik weet overigens niet of de camera goed staat. Want ik heb hem met mijn standaard op het dashboard staan. Maar dan kan ik mijn schermpje niet omhoog doen. Dus het is op goed geluk. Als je dus een raar beeld ziet en ons niet en wel stem hoort, weet je waarom. Sarah. Ja? Jij mag vandaag kiezen. Je mag kiezen. Wordt het McDonald's? Wordt het Burger King? Of wordt het Kentucky? Belangrijke keuze natuurlijk, hè? Ik ga bijna nooit naar de McDonald's. Dus ik ga naar de McDonald's. Gaan we McDonald's doen vandaag? Ja, omdat ik bijna nooit naar de McDonald's ga. Nee, we doen meestal. Ik wil bijna de Kentucky doen, maar ik heb echt gewoon voor de McDonald's. Want daar gaan we bijna nooit naartoe. Nou, dan doen we dat toch vandaag? Ja. Wat gezellig. Ik ga gewoon daar naartoe, omdat ik dan heel graag weer de McDonald's wil zien. Ja, hoe want je de McDonald's heeft maar gemist. Oh ja, dat denk ik ook. Ja, de McDonald's zag me eerst bijna altijd. Oh, wanneer was dat dan? Want dat wil ik ook wel eens weten. Lang geleden. Oh. Ja. Niet toen ik 0 was. Sowieso. Toen ik 4 of net 5 was. Ik kan jou zelfs vertellen, toen jij veel kleiner was, lustte jij niks van de McDonald's behalve een danoontje of een ijsje? Nee. Ja, echt. Jij had niks. Geen patat, geen kipnuggets, geen hamburger. Niks wilde je daar. Ik wil echt geen hamburger eten. Ik wil wel patat
kipnuggets. Ja, die vind je lekker, hè? Ja, net zoals bij de Verhagen. Ja. Dan neem ik altijd de platte kip sowieso. Met ketchup en mayonaise. Ja. Maar je echt, ik denk dat je, nou ja, ik denk dat jij rond een jaar 4 was dat je zelfs pas patat ging eten. Dat is echt heel lang drama geweest om er zelf maar één patatje in te krijgen. En elke keer als we iets ergens patat hadden, moest je van mij een patatje proeven. En toen van de een op de andere dag vond je patat opeens lekker. En dat heeft echt heel lang geduurd. Ik denk dat het echt 3 jaar heeft geduurd voordat jij patat wilde eten. Ik was 0 en toen wou ik het niet eten. 1 wou ik het niet eten. 2 wou ik het niet eten. 3 wou ik het niet eten. 4 wou ik het niet eten. Dus nee, daarom zeg ik dat heeft echt zo lang geduurd. Maar goed, alles komt uiteindelijk goed. Dan heeft het 5 jaar geduurd. Nee, kijk, bij 0, 1, 2, 3, 4. Ja, maar van 0 naar 1, naar 2, naar 3, naar 4 is... 0. 1. Ja, maar 0, en 1, ja, 0 naar 1 is 1 jaar, schat. Dan gaan we naar 0 naar 1 jaar. Dus 0 naar, 1 naar 2 jaar. Van 0 naar 1 jaar, naar 2 jaar, naar 3 jaar, naar 4 jaar. Maar ik denk dat we patat zijn gaan proberen... toen je een jaartje of 1 of richting de 1 was. Dus eigenlijk van 1 naar 2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4 is hoeveel jaar? 4 jaar. Kijk eens. 3 jaar. Ja! Met dat deal. Als jullie... waarom jullie nu alleen bomen zien en werkdingen en zo en autodingen, komt doordat we nu soort van in een bos met allemaal dingen zijn aan het rijden. Zie je hem al? Nee. Wat staat er dan? 003. 003? 005? Nee, schat, bij groen moet je kijken. 83, 87 en nu 89 aan de beurt. En welke moeten we? 84. Ja, hou hem in de gaten. En als je nummer komt, moet je heel hard roepen, bingo! Ja, 84. Ja! Bingo hoor. Roep dan, bingo! Bingo! Oké, bingo! Je hebt toch niet zo lang meegespeeld, hè? Nou, een leuk vraagje. Heet. Binnen een minuut zei je al van... Dit is voor mij niet meer. En ik heb jouw peertjes. En je chocolademilkshake. En je wietje. En wat heb je nog meer? Oeh! We hebben net al je speelgoed thuis opgeruimd en... Maar je had er één en je zei nog... Ik wil nog een My Little Pony speeltje. En nou, het lot spreekt. Je krijgt hem gewoon precies nu. Ja. En ik lekker McCroquettes. Kipnuggets, patatjes. Ook kipnuggets, patatjes, peertjes, ketchup, chocolade. En ik heb aardbeienmilkshake. Is het lekker? Ja. Ben je afgeleid? Sorry dat er geluid komt dat ik voor een klein baby. Ja, dat hoort erbij in de McDonald's. Leuk toch? Daar een baby in. Nee, praat een beetje volle mond. Zo, we zitten helemaal vol. We hebben goed gegeten. Maar ik vond wel één ding echt heel verbazend. Oh. Ja, er zaten allemaal mensen en die waren gewoon aan de televisie kijken. Ja, die hebben gewoon hun telefoon. En die zitten gewoon met het hele gezin tv te kijken in de Mac. En dan denk ik. Praat tijdens het eten. Wij doen ook. Oh, anders hoor je me niet. Wij proberen zelfs thuis tijdens het eten gewoon geen telefoon. Ja, tenzij je echt iets met nood verwacht of zo. Of iets met spoed moet regelen. Kijk, Marco heeft wel eens iets voor zijn werk. Ja, dat moet nu. Dat vinden we uitzonderingen. Of als je iets wil laten zien aan de tafel, maar dan is het onderdeel van het gesprek. Ja, bijvoorbeeld als wij een dag samen weg zijn geweest en we hebben het erover en we laten foto's zien. Maar dan ben je met de tafel een conversatie aan het houden. Maar dan ga je buiten de deur eten iets. Met het gezin en dan zit je met z'n allen naar een telefoontje te staren. Mij verbaast het echt.
Terwijl ik ben best wel van de digitale dingen natuurlijk. Ik bedoel, jullie kijken naar mij nu op YouTube. Dit horende. We zijn soms redelijk actief op Instagram, soms ook weer niet. Maar dit verbaast mij. Ik heb een boekje en ik ga lezen wat erin staat. Ja. Ik bedoel, wij kijken ook wel eens tv, weet je, dat we gewoon op de bank eten. Maar dat is gewoon een keertje extra voor het leuk, omdat... Lieve Sarah. Omdat we dat gezellig vinden. Mama is heel blij. Want de wereld is blij voor dit leven. Iedereen is blij, iedereen danst. Want het leven is weer fijn. Wat een leuke brief zeg. En wat een goed idee, heel de wereld blij. Ja, mensen moeten ook wat liever zijn tegenwoordig voor elkaar. En wat meer met elkaar bezig. Nou, dat sluit wel weer mooi aan. Ik weet niet of je hem zo achter de boom vandaan ziet komen, maar we hebben een regenboog. Ik zie hem boven niet. Het ronde gebouwtje. Ja, je ziet hem heel licht. Links, ja, nu zie je hem eigenlijk weer niet echt zo goed. Ja, je ziet hem tussen die gebouwen, zie je aan de onderkant. Ik zie hem wel. Ja, ik zie hem daar. Ja, je ziet hem heel slecht. Ik zie echt alleen maar rechts. Helemaal links nu. Ja, ik heb het daar, wel zo gezien. Ja, daar! Ja, ik zie daar gaan overal eenhoorns over. Ik zie niet rood. Er eenhoorns over. Ja, ik zie zelfs twee punten waar die begint. Want daar rechts zie ik hem en daar links zie ik hem nog iets beter. Boven de golfjes staken nu. Ik zie hem daar heel goed. Ja, je ziet hem op twee punten heel goed. Ik zie hem daar echt heel goed. Maar mama kan hem niet heel de tijd in de gaten, want ik vind op het verkeer letten toch ook wel heel belangrijk. Let jij maar op het verkeer. Ik let op die regenbogen. Leuk, hè? We houden van regenbogen. Ja, welke kleur vind jij het mooiste van de regenboog? Maar je ziet hem niet in de lucht, je ziet alleen het begin. Maar daar staat de pot met goud natuurlijk, hè? Oeh, boven de bomen daar zie je hem nou wel heel, heel duidelijk. Volgens mij op beeld nu ook. Sarah ligt lekker op het bedje. En weet je wat ik echt altijd vind? Ik vind het heel gezellig naar de Mac te gaan. En ik vind het ook echt wel leuk. Maar ik heb gewoon nu alweer zo verschrikkelijk veel honger. Nou heb ik natuurlijk altijd wel honger. Niet daarvan, maar met Mac echt. Het is gewoon of ik niet gegeten heb ofzo. Terwijl ik heb echt veel gegeten. Want ik had echt een grote patat en kidney nuggets en een burger en dan van Seth moet meegegeten wat zij niet opkreeg. Dus dan heb ik toch niet weinig op. Oh ja, en dan een milkshake erbij, dat vult in principe toch ook. Maar echt, ik sterf gewoon van honger. Goed, zet even thee. Ik heb wat chocola, dus ik ga gewoon aan chocola. Dan kan ik de volgende week met de schone lei beginnen. Echt heel slecht, dus I know. En dan ga ik even editen, want ik heb de laatste dagen natuurlijk wat minder geëdit, ja gisteren. Maar ik lig wel een beetje achter. Dus de vlog van morgen en overmorgen heb ik dan wel. En van woensdag wel kleuterraadsel. Maar die vlog nog niet. Want het klinkt nog ver weg. Maar ja, die moet natuurlijk eigenlijk over anderhalve dag wel klaar zijn. En morgen ben ik eigenlijk ook heel druk en weg. En dinsdagavond ben ik ook weg. Dus moet echt nu gebeuren. Wat zeg je dan? Miemiew? Ja? En dan? Ja, heb je praatjes? Ja, oh, wat wil je dan? Wat wil je dan? Oh, kom je het helemaal vertellen? Ben ik niet gewend van jou zodra de camera aan de beurt is. Zeg het eens dan, meisje. Nee, ben je er stil van? Wil je gewoon aandacht? Zeg je hallo allemaal? Zeg dan hallo allemaal. Nee, toch niet? Ga je nu weer praten? Mimi, ja. Zeg het eens. Zeg het eens. Je bent zo liefie. Laat het eens horen. Nee? Dan maar de stoelkopje geven. Nee. Dan ga je weer spelen. Nee, maar je bent nooit goed in spelen. Want je hapt altijd mijn halve hand al kapot. Lekker. Tijd vliegt altijd zo snel voorbij. Het kan me altijd echt verbazen. Het is al laat. Dus ik moet al even snel... Een pakje met koffiesyrup maken.
beker water, dus dat is makkelijk. Je staat een beetje laag, maar... Ik zet dat graag in de avond klaar, want wij zijn natuurlijk absoluut geen ochtendmensen. Zo minder ik in de ochtend hoef te doen, beter het is. Echt. En zoals jullie weten, snij ik nog steeds de druifjes van Sarah, want ik vind druiven echt zo verschrikkelijk eng. Altijd zo als de dood, zeker op school. Dan zijn ze natuurlijk ook met elkaar bezig en om ze heen aan het kijken en weet ik veel wat. Het zal je maar gebeuren. Zo, nu nog even snel de laatste dingetjes opruimen. En dan ga ik zo lekker slapen. En ik heb echt zin om te gaan slapen. Want ik ben echt moe. Maar dat vertelde ik natuurlijk al. Ik weet niet eens wel wanneer, maar pas. Ik slaap elke keer ook echt zo verschrikkelijk diep. Ik kom er gewoon bijna niet uit. Ik ben gewoon, ik weet niet, misschien is dat door de verandering van het weer of zo. Maar ik heb echt moeite met mijn bed uitkomen. Terwijl ik gewoon normaal, zelfs iets meer dan normaal slaap. Dus ik weet niet wat het helemaal is. Maar goed, ik ga dus lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, klik even op die knopje onder. Klik natuurlijk ook even op het duimpje. En dan zie ik je morgen. Doei doei!